Nou, welkom allemaal. Jullie zijn met heel veel. Drukte in het congrescentrum van Papendal. Zo'n 180 talenten uit de paardensport melden zich voor de introductiedag van het Rabo Talentenplan. Allemaal beloftevolle ruiters en amazones die zijn uitgenodigd naar een zorgvuldige selectie. Daar hebben we hard aan gewerkt om die talenten bij elkaar te krijgen, te selecteren. En nu is het belangrijk dat we die mensen natuurlijk allemaal een bagagetje meegeven waar ze aan moeten werken. En alle vragen die eigenlijk nog naar voren toe komen vandaag, die hopen wij te kunnen beantwoorden. Over het belang van het talentenplan zal niemand twisten. Het plan heeft volgens Tineke Bartels ook flink bijgedragen aan de huidige staat van de hippische sport in Nederland. Ja, ik denk dat het echt het duidelijke fundament is op dit moment. Na al die jaren begint het duidelijk af te tekenen, ook naar buiten toe, dat we bezig zijn. Een eensluidend systeem op te bouwen waarin ruiters naar voren komen en waardoor ook iedereen over dezelfde dingen praat. In de komende maanden worden de talenten verder gefilterd. En dat kan soms snel gaan. Nou, als wij iemand één of twee keer in de les hebben gehad, dan kunnen we wel aardig zien of ze goed kunnen paardrijden, ja of nee. En hoe goed ze dan later in het parcours kunnen rijden, dat zien we dan tijdens de wedstrijden wel. Toppers discussieerden met talenten. Jeroen Dubbeldam sprak met Sjaak Slijderink over motivatie. Voor mij was dat eigenlijk een hele moeilijke stap. Daar hebben wij ook serieus echt heel lang over nagedacht om dat te doen. Om toch de stap te maken naar de topsport. En Adelinde Cornelissen discussieerde met Danielle Heikoop over presteren onder druk. Hoe kom ik daar dan dat jij zegt, nou op dat moment, in die 10 minuten, wil ik top presteren? Kom ik toch weer terug op dat stukje basis thuis wat je toch onder controle hebt? Heikoop geldt inmiddels als een schoolvoorbeeld voor de ideale werking van het talentenplan. Ja, het is natuurlijk wel bijzonder. Ik heb 2 jaar dan in het Rabobank talententeam gezeten. En dat je dan eigenlijk in zo'n korte tijd op een EK meerijdt bij de senioren. Eigenlijk uiteindelijk dan in 3 jaar tijd. Dus dat is wel natuurlijk echt het ideale voorbeeld. Dat ik net dat stapje extra heb gemaakt, zeg maar, vanuit talententeam. Ook door natuurlijk het budget wat je ter beschikking krijgt. Door je trainen die ik daardoor, dat klinkt misschien heel stom als ik zo zeg maar kon betalen. Ja, heb ik dit uiteindelijk wel bereikt. De talenten luisterden ademloos naar hun voorbeelden en ze staken er zeker iets van op. Ik heb veel geleerd over management en over hoe je een team samen moet stellen. Want dat zijn natuurlijk moeilijke dingen. Ik vond het ook interessant van Tim Lips dat hij een man ook had ingehuurd om sponsoren voor hem te gaan zoeken. Allemaal hebben ze nog dromen en ambities en ze weten precies wat ze willen verwezenlijken met de steun van het talentenplan. Nou, in de rij zelf. Toch mijn hogere proeven makkelijker kan gaan sturen, zeg maar. Dat ik ook op het niveau mee kan draaien waar ik graag naartoe wil. En welk niveau is dat? Ja, de wereldtop. Toch echt in een kader te gaan komen en internationale wedstrijden te gaan rijden. EK's, Olympische Spelen en WK's rijden, dat zijn natuurlijk de mooiste dingen die je kan. Maar ja, om daar te komen hebben we nog een lange weg te gaan. Dus hopen dat het gaat lukken.